Joes Boone uit Heidhuizen is een veelzijdige vrouw. Onlangs verscheen haar boek met de titel Bijna doodervaringen uit het leven van een hypochonder. Joes bestond coronaproef in de tuin, een prachtige omgeving hier. We gaan het hebben over dit boek, maar ook over dit theaterleven. Want je bent bovenal theatermaakster, actrice, zangeres. En hoe is dat allemaal zo gekomen? Een meisje uit Heidhuizen was zich zo eigenlijk de wereld ingewerkt heeft en toch heel erg succesvol en bekend bent geworden. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Nou ja, ik had al van jongs af aan pianolessen en ik speelde hobo bij de harmonie en ik zong altijd al. En ja, daar ben ik eigenlijk altijd mee doorblijven gewoon. En toen heb ik het conservatorium in Maastricht gedaan. En toen ben ik van daaruit naar Amsterdam gegaan, heb ik de Frank Sanders Musical Academie gedaan. En zo ben ik aan het werk geraakt. Eerst in de Efteling en toen bij Dirk Schelen. Wat misschien de meeste kenjaren wel kennen. Hij maakt filmpjes op Nickelodeon en zo. En in de theaters heb ik heel lang bij gewerkt. En toen ben ik op een gegeven moment zelf mijn voorstellingen gaan maken. Ja, dus zo is het. En ik heb ook begrepen hoe het boek, daar gaan we het al dadelijk ook over hebben, dat die ooiers ook zeer muzikale mensen zien en die het tegen ook hebben metgegeven. Ja, mijn pap was heel muzikaal. Dat heb ik helaas nooit gekend. Hij is al overleden toen ik 18 maand was. En mijn mam die is heel creatief. Ja, die is weer heel creatief op een ander vlak. Maar ik denk de muzikaliteit heb ik van mijn pap geoven. Ja. Ja. En toen ben je op een gegeven moment ben je dus dat theater ingegaan. En hoe gaat dat dan verder? Qua wat? Ja, wat kom je dan zo tegen? En hoe ga je zich verder professionaliseren en zich ook eigenlijk presenteren? Van hier ben ik en dit is mijn verhaal. Hoe duist je dat? Ja, ik denk dat het er gewoon. Ik doe het ten eerste heel graag en ik zie het dan ook niet echt als werken, maar iets wat ik heel graag doe. En ik kreeg er gewoon heel veel energie van die Kenjer. En dat stimuleert me gewoon heel erg om te denken, gewoon weer een nieuwe voorstelling maken. En op een gegeven moment kennen mensen zich ook en kennen ze die naam. En dan wordt het ook het gemakkelijker natuurlijk dat mensen eerder die voorstellingen boeken. Dat ze zich dan al een keer eerder in het theater hebben gezien en zo. En, Ja. Die gericht zich vooral op het jonger publiek? Qua theatervoorstellingen wel, ja. Dus echt voor kleuters en peuters wat ik maak. En wat inspireert zich om tot het verhaal te komen, tot het theaterstuk voor de kinderen? Dat zijn allemaal bewerkingen van Prentenbeuk, mijn theatervoorstellingen. Dus ik heb een voorstelling gemaakt van Dikkie Dik, Ik zou wel een kindje lusten, Bang mannetje en Deze ridder zegt nee. Dat zijn allemaal Prentenbeuk. En ze zijn gewoon echt kieken en denken, oh, welk boek leent zich ervoor, dat er meerdere karakters in zitten en waar gaat humor in zit. Dus dat noem ik altijd als uitgangspunt. Nu heb ze ook altijd wel geschreven, want ze schreef ook die theaterstukken en columns. En nu is dat boek toch? Ja, dat zien inderdaad. Ik schreef al best wel lang op Facebook gewoon voor hulkens over wat ik metmaak en gewoon mijn leven. En steeds van mensen zag ze eigenlijk van, oh, dan zou ze eigenlijk eens een buksje van moeten maken. Ik dacht, ja, het zal wel in mijn cup zetten. En toen kwam dus de coronacrisis en toen dacht ik, ja, nu heb ik wel echt de titel voor. En toen heb ik maar gewoon besloten om dat gewoon te gaan doen in eigen beheer. En dacht ik, zie het wel. Hoeveel mensen gaat kopen. En ik vond het gewoon heel erg leuk om daarmee bezig te zijn. Omdat ik mijn energie gaf. En en ik merkte ook dat er gewoon veel leuke reacties op kwamen. Nu is dat geen nieuw proces voor dicht, want de schries al. Maar misschien hebben ze er toch een andere ervaring bij gekregen. Want nu ging ze heel gericht schrijven. Dan ging ze naar dat boek toe werken. Een verzameling bij elkaar brengen. Mm-hmm. Hoe gaat ze dan ook kijken? Hoe ontstaat dat dan? Het zijn niet echt, zeg maar, ik schreef niet echt over één onderwerp of zo. Het zijn wel heel veel verschillende onderwerpen die ik over schreef. En ja, die heb ik gewoon maar gebundeld. Dus het is niet dat ik echt denk van, oh, nu gewoon ik heel specifiek over één ding nog maar schrijven. Maar ik vond nu zelf de verscheidenheid ervan leuk. Maar dat is dan wel inderdaad van, oh ja, het moet wel een bepaalde lengte hebben en zo. En daar heeft het dan wel eens mee geholpen om het sommige dingen gaat in te korten. En dat soort dingen komen door daar meer bij kijken, ja. En had ze genoeg stof om te schrijven? Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik heb wel genoeg inspiratie. En ik zie dan ook duk in, ja, in van alles zie ik dan soms een verhaal of zo, wat er gebeurt. Of daar zie ik dan de humor van in. En dat lukt me wel. En heb ze op een gegeven moment, en ik probeer er een beeld van te krijgen, heb ze op een gegeven moment heel veel verhaaltjes liggen dat ze zelfs nu gewoon nog een selectie maken. Ja, precies. Ja.
En hoe let ze dan zelf? Want uiteindelijk heb ze het allemaal zelf geschreven. Hè? Ja, hoe ontstaat die selectie dan? Dat ik eigenlijk zelf ging kijken van wat vind je zelf de leukste verhalen. En dat ik ze ook wel een beetje getest heb van was in de meeste reacties opgekomen. Dus dat testen dan wel een beetje. En wat vindt ze dan nu zelf die leukste verhalen? Oeh, wat vind je zelf? Nou, ik vind zelf de verhalen over mijn mama leuk. We stonden ook in de tuin bij mijn mama. Ik woon in Haarlem, maar ik ben nog veel hier in Heidse. En die verhalen vind ik wel leuk. Over de dingen die mijn mam zei of duidt. Wat vind je nog meer leuke verhalen? En hoe komt dat dan? Wat duidt dat dan met zich? Geeft het een truc in de tijd, een leuke jeugd? Of? Nee, dat zijn gewoon dingen. Wat bijvoorbeeld, een van de verhalen is dat ik hier bij mam zit en dat een vriendin van haar op bezoek is. En dat hij dan zegt, ja, doe weer ze ook alweer 74. En mijn mam dan zegt, nee, ik ben pas 73. Ik zeg, nee, mam, doe weer eens 74. En dan ontstaat er een discussie dat mijn mam niet meer weet hoe oud ze is. En uiteindelijk heeft ze me dan de dag dan al teruggebeld. Dat ze zegt, Joes, ik heb een telmachine erbij gepakt. Ik weer inderdaad 74. Ja, nou, dat soort onneuzele dingen, ja, die vind ik dan grappig. Maar dat is inderdaad ook heel erg grappig. Hè? Ja, want het zijn die paar jaar, maar dat zijn toch alles over die moeder. Hè? Ja, ik heb een hele leuke mam. Die paar jokjes maken niks. Ja, dat is ook metgenomen. Hè? Ja, die kan zichzelf gaat jonger. Ja. Nou, nu geef ze het zelf al aan. De coronatijd, daar heb ik eigenlijk min of meer op die plek gezet. Want het theater valt even weg. Hè. Misschien zijn er ook wel dingen digitaal. Maar dat hebben we nu allemaal met de coronatijd. We waren een beetje druk gezet. Maar misschien plaatst het ons ook wel verroerd, hè, dat we andere dingen aanpakken. Ja. Zo zit dat ook zo. Ja, daar werd ze min of meer toe gedwongen, ja. Ja, want ja, het theater ligt stil, alle presentaties wat ik normaal deed, dat kennen allemaal niet meer. En ja, toen ben ik inderdaad gewoon nadenken van wat ken ik dan nog? Of wat, ja, dat ik dan misschien het geluk heb dat ik nog onder iets anders ken of zo. Dan ben ik dat maar gewoon aanboren om te denken, nou, dan gewoon nog maar een boek ze kreeg, maken. Ja. Een kans om hem eigenlijk, en de kreeg de ruimte om dat, om dat talent ja, ook te ontwikkelen. Precies. Dus ze doen dan nu de tijd voor hubs, ja. Ja. Wat ik anders misschien niet eigenlijk, want ik denk, oh, ik ben zo druk en dan ieder weekend optreden en dat boek, dat komt wel in een keer. En nu komt het dan eerder dan. En nu is het boek toch? Nu is het er. Ja. Het is er. 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 Bijna doodervaringen uit het leven van een hypochonder. Nou, nu moest het toch eens even uitleggen, want dat klinkt ook wel een beetje beladen. Klinkt heel zwaar. Het klinkt als maar als ze mijn boek leest, dan denk ze ook, oh ja, het is een beetje diek aangezet. Sommige verhalen, ik vind het leuk om een beetje te... Het is allemaal waar gebeurd wat erin zit, absoluut. Maar ja, het is soms misschien een beetje overdreven. Of mijn gedachte is het dan soms erger wat ik heb metgemaakt. Dat ik als kind bijvoorbeeld, om een eindverhulke te noemen, dacht ik dat ik een melanoom had aan mijn teen. Ik was 8 en ik loog hierboven op de slaapkamer. En ik mocht van mijn mam s'avonds nog even lezen. En ik had dat lampje zo op mijn kussen gezet. En ik was toen naar mijn teen aan het kijken. Ik denk, ja, dat is toch echt een melanoom. Ik ga dood. En uiteindelijk bleek dat gewoon zand te zien onder mijn nagels en moest ik mijn voet beter. Want toen was binnen de kamer af, want door dat lampje was dat kussen in brandje. Mijn mam zat die om en die rook en een kussen in brandje. Hoe is binnen afgefikt, maar ik ging niet dood aan een melanoom. Dus dat was weer een geluk bij een ongeluk. Maar zo, dus nee, ik ben niet echt, ik gewoon niet echt, ja, iedereen ging natuurlijk dood. Maar ik ben ook niet echt een hypochonder. Ik schrik snel, ik schreeuw hel en ik overdrief soms een beetje misschien. Was dat uiteindelijk, toen ze alles zeg maar, verzameld had en geschreven, was dat de titel die er aan door ontstond? Of is ze die titel al eerder en daar heb ze eigenlijk het verhaal aan opgehangen? Nou, het is eigenlijk ontstangen dat ik ooit met een vriendin in Afrika was. En er zijn ook allemaal hele gekke dingen gebeurd. En in een heel klein vliegtuigje met deuren. Oh, ja, heel gek. En dat ik natuurlijk alleen maar bang was. En toen het had ooit gezakt, toen ik die verhaaltjes aan het schrijven was. En dat ik in de titel moest hebben te komen. Het met de titel van Bijna doodervaringen uit het leven. Gedetailleerde bijna doodervaringen uit het leven van een reizende hypochonder. En dat was te lang. Dat paste niet op de dingen. Toen heb ik zeker het ingekort. En ik denk, het boek moet nog maar in de titel hebben. En misschien denken mensen, ja, dat het de nieuwsgierigheid wekt of zo. Ik denk, het hoeft nog maar gaat op te stellen. Ja. En de schrijver heeft natuurlijk zijn stijl. Wat mij aan dit boek opviel, dat is heel korte zinnen. Ja. Het gaat allemaal van... eigenlijk, het leek zelfs een klein beetje dat ze het voor kinderen schreef. Maar misschien hebben ze ook bedacht, schreef het voor een heel breed publiek. Nee, het is niet zo dat ik denk, nou ja, ik zou het natuurlijk wel leuk vinden als kinderen het ook zouden lezen, maar het is wel echt bedoeld voor volwassenen. En ik denk dat dat mijn stijl is, dat ik het gewoon kort
ja, misschien hoe ze het in een theater zou dragen of zo. Of ja, 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 dat dat misschien een beetje komt of zo. Dat ik niet echt hele lange... Ja, ja. Dus nou, het is voor iedereen makkelijk te lezen. Misschien nog wel makkelijk te vertalen, Joes, als het nog naar Duitsland, Frankrijk. Oh, ja, maar ik heb inderdaad al Australië, Engeland, Schotland. Ja, het is al... Het gaat al internationaal. Het gaat hartstikke goed. Maar het is zich goed bevallen, een boek schrijven. Ja, ik vind het superleuk. En nu dit hele proces... Ja, ik heb dat natuurlijk nog nooit gedaan. Dus ik vind het superleuk dat mensen enthousiast zijn. Maar ook dat ik denk, oh god, ik moet hele lijst nu hebben. En dat, daar ben ik een beetje chaotisch in. Maar toen was het aan wie hoor je bij mij het bestellen en wordt. En moet dan of degene al betaald heeft en of het al heeft opgehaald. En nou ja. Dus ik hou me voorlopig even... Ik doe het allemaal zelf. Mijn mam die brengt soms gaat rond. Die loopt iedere dag. Dus die stuur ik dan op pad als koerier. En soms rie ik zelf gaat rond. Maar ja. Dit is echt een totaalproces. Ja. Nou, wellicht komt er nog een tweede boek. Dankjewel. Dankjewel.